Zo. Ja, goedemorgen jongens. Het is weer tijd voor Champions League Talk. Met vandaag de wedstrijd. De beslissingswedstrijd misschien zelfs voor Ajax. Uit tegen Midtjylland. Ja, Suli, Ajax. Twee wedstrijden onderweg in de Champions League. Eén schamel puntje. Atalanta heeft er 4. En Liverpool heeft er 6. Die spelen ook vanavond tegen elkaar. Ja, dit is een do-or-die wedstrijd, toch? Wedstrijden, hè. Spelen achter elkaar natuurlijk uit en thuis. Er zijn een paar weken tussen. Maar je moet 2 keer 3 punten pakken. En dan kom je op 7. En dan moet je hopen dat Liverpool of Atalanta elimineert. Of ze 2 keer tegen elkaar gelijk spelen. En dat je Ajax nog een keer wint. Hè. Dan maak je kans om eerst of tweede te worden in die pool. Maar ja, je moet vooral op Ajax focussen en hun problemen. Want er zijn natuurlijk een aantal problemen. En je hebt een tegenstander die vervelend is. Midtjylland. Want daar gaan we allemaal vanuit dat Ajax daar zomaar even van wint. Ja, 6 tegendoelpunten. 0 keer gescoord. Midtjylland zelf in de Champions League. Maar jij zegt lastige ploeg. Ja, Pieter is daar ingedoken en daar heb ik met Pieter over gehad. En hij heeft me verteld hoe ze spelen, wat ze doen en dat het een vervelende ploeg is. En ja, dat is eigenlijk niet zo vondelijk. Het is natuurlijk een ploeg uit een klein voetballand, Denemarken. Het is een club die op een moderne wijze hun scoutsysteem hebben ingericht. De trainer van Midtjylland was vroeger, of niet zo lang geleden, degene die de standsituaties verzorgde bij Kopenhagen. Dus Midtjylland is goed in standsituaties. Het is een ploeg die goed kan tegenhouden als de tegenstander niet op orde heeft. Liverpool en Atalanta wisten dat kapot te spelen op hun manier. En Ajax moet het ook gaan doen. Het is geen tegenstander die Ajax vastzet en onder de voet loopt. Ze zijn wel goed in... De trainer van Midtjylland gaat Ajax bestuderen en die denkt, oké, dat is een zwak punt. Dat is een zwak punt, hoe kunnen we dat... Nou, wat zijn de zwakke punten van Ajax? Vertel eens. Nou, dat hebben we allemaal kunnen zien, toch? Er zijn een aantal problemen bij Ajax. En, omschakelen. Na het omschakelen, in de tweede helft tegen Atalanta zag je dat al, dat Per Schuurs, die werd ervan beticht dat hij te avontuurlijk was. Per Schuurs, het is maar net wie het vraagt. Als je Michael Owen vraagt, die heeft een nieuwe Matthijs de Ligt gezien. Maar onze Ajax-watcher vond Per Schuurs ook een zwakke schakel. In die zin dat hij nog niet klaar is voor het Champions League niveau. En dan hebben we het over het bestrijden van Salah, het bestrijden van Mané, het bestrijden van Duvan Zapata. Dat is tegen Midtjylland anders, want Ajax zal nu veel meer de bal hebben en het spel moeten gaan maken. Midtjylland wacht af en hoopt dan in de omschakeling met een bepaalde pressure triggers. Proberen ze Ajax dan te verrassen en met standaard situaties. Het is een vervelende ploeg om tegen te voetballen en dan moet je gewoon 2 keer van winnen. Hoe, maakt niet uit, winnen. En dat is een lastige opdracht. Ik heb heel veel analisten gehoord over Ajax. Sommigen zeggen dat ze goed spelen in de Champions League en sommigen zeggen dat ze er niks van bakken in de Champions League. Wat is jouw mening? Hoe speelt Ajax tot nu toe in de Champions League? Nou, ik vond tegen Liverpool het idee... Ik vond het wel mooi dat Erik ten Hag een idee had van... hoe moet ik Firmino afstoppen met Blind. Dat vond ik een leuk concept binnen zo'n wedstrijd. Dat heeft hij goed gedaan. En Liverpool had moeite met Ajax. Ja, zeker. Dus daar heeft Ajax het goed gedaan. Alleen ze pakken dan niet 3 punten of een punt. En dan worden de wissels van Erik ten Hag worden bekritiseerd. Nou, ze vielen inderdaad ongelukkig in. En dan heb ik het over Quincy Promes. Valt ongelukkig in. Ik denk dat ik er wel een idee bij had. Alleen Quincy Promes vulde dat niet in zoals hij dat graag gewild had. Ja, Quincy Promes is sowieso de laatste tijd ongelukkig indruk. Ja. Ook in Oranje. En tegen Atalanta. Ik vond Atalanta Ajax de leukste wedstrijd van dit seizoen tot dusver. En dat heb ik in een column geschreven. Op VI Pro. Het ongeprezen VI Pro. Maar... Sorry? Allemaal abonneren inderdaad. Nee, maar dat vond ik echt een leuke wedstrijd. Omdat je daar 2 ploegen aan het werk zat. Er gebeurden gekke dingen op het veld. En dat vond ik dan jammer. Een leuke wedstrijd. Dat niet de commentator niet afvroeg waarom er 2 centrale verdedigers van Atalanta in de spits stonden bij Atalanta. Wat daar nou gebeurt, wat er nou gebeurt op het veld. Waarom Ilicic elke keer Daley Blind meetrok. Een enorm gat ontstond. Atalanta was al in de eerste helft bezig met Ajax ontregelen. Dat lukte dus niet heel erg. In de tweede helft wel. En dan kun je zeggen, ik heb de kritiek ook allemaal gelezen of gehoord en gezien of besproken. Het feit dat je met 2-0 voor staat en dat je dan niet controle inbouwt in die zin. Dat je een verdediger erin brengt of Per Schuurs minder afvallend laat spelen. Dat had gekund.
Alleen dat hoort niet bij Ajax. Het hoort niet bij Erik ten Hag. Want dat deden ze zelfs niet in de halve finale van de Champions League. Gingen ze nog vol in de aanval tegen Tottenham. Dat hoort een beetje bij Ajax. En dat is ook de reden waarom in heel Europa mensen graag naar Ajax kijken. Omdat jongens als Per Schuurs, Traoré, Graaien, Gravenberg daar een kans krijgen op hun 18e. En in de Champions League worden losgelaten tegen Liverpool, tegen Atalanta. Dat zijn twee van de beste ploegen ter wereld. Ja, dus dat is toch zo? Ja, dat is zeker. Midtjylland is dat niet. Nee, dus nu, die moet je 6 punten full gas. Ja, alleen daar is zo professioneel is deze ploeg nog niet. Want dat kun je niet verwachten. Nou, dat weet je niet. Dat ga je nu juist zien, denk ik. Ja, dat gaan we nu zien. Want het is inderdaad een kleine god even in deze pool. Deze ploeg, Midtjylland. Dus nu ga je echt zien hoe ver Ajax is, denk ik hoor. Ze hebben het goed gedaan, vind ik, tegen Liverpool. En ook tegen Atalanta, deels van de wedstrijden. Ja, nu, dit wordt een hele andere wedstrijd. Ja, maar kijk, als Per Schuurs ook al het in zich had om een wedstrijd zo daar te lezen dat hij snapt, oké, we staan nu 2-0 voor, misschien moet ik niet dit avontuur zoeken. Maar als hij hem net iets beter afgeeft, staat het gewoon 3-0. Zeker. En dan wordt Per Schuurs bewierookt als... Nou, de nieuwe Matthijs Ligt. Nou, de nieuwe Frans Beckenbauer wordt het dan in Europa. Nee, maar dan wordt Per Schuurs de nieuwe Frans Beckenbauer. Van dat soort details is dat afhankelijk. Dat is ook zo. En als hij dat allemaal in zich zou hebben, dan zou hij nu al bij Juventus spelen. Maar Per Schuurs is nog niet zo ver dat hij bij Juventus in de verdediging kan staan. Dus je ziet dat hij af en toe fouten maakt. Ja, maar kijk, tegen Midtjylland, als hij een keertje een fout maakt, dan wordt dat minder snel afgestraft dan tegen dat Liverpool hoop je. Met dat, Sadio Mane. Ja, meestal hè. Dat hoop je. Ja. Ja, dat hoop je maar. Kansberekening. Maar Midtjylland, hoeveel spelers daarvan ken je daadwerkelijk? Persoonlijk niet. Nou, ik heb toevallig, omdat ik voor VI werk natuurlijk, moet ik ook af en toe wat doen. Behalve hier zitten in deze studio. Dan heb ik Midtjylland bekeken, want er liep een talent rond. Jens Kajiste. Dus daar ben ik op gaan focussen. Dat is een verdediger middenvelder. Die speelt voor de verdediging samen met een Nigeriaan. Dus 21 jaar, dat is dan nog een van de grootste talenten van Midtjylland. Dus daar heb ik me op gefocust. Maar dat is wel het grootste talent van die club. En meestal als je op talenten gaat zoeken, Kamavinga's van deze wereld, die zijn allemaal in de belangstelling van alle grote clubs. Ja. Deze jongen waar ik op me gefocust heb om te kijken wat voor talenten er nou rondlopen bij Midtjylland. In de belangstelling van Roda JC? Nou, geen enkele club. Geen enkele dus club. Dus dat is wel, het geeft wel iets aan natuurlijk. 6 punten wedstrijd. 2 keer. Nou, het is wel vooral belangrijk dat je nu bij Midtjylland wint. Dan kom je op 4 punten, dan blijft Midtjylland op 0. Dan is dat Europa League. Dan heb je dat in als een soort van ontsnapping, die heb je al bijna binnen. Zeker. Dus dat is wel, denk ik, wel lekker om ook naar de volgende wedstrijd toe, de vierde wedstrijd thuis tegen Midtjylland, om 4 punten voor te staan, om dan nog 3 punten te pakken. Ja. En dan is het afhankelijk van de prestatie tegen Atalanta en of Liverpool. Maar normaal gesproken, wat ik gezien heb nu, is Ajax niet ver genoeg om te overleven. Alleen, misschien hebben ze een klein beetje geluk onderweg. Een andere leuke wedstrijd van vanavond is, vind ik tenminste, Real Madrid tegen Internationale. Ja. De vraag die ik over Ajax stel, kan ik ook over Real Madrid stellen. Hoe ver is dit Real Madrid? En de vervolgvraag, hoe ver is het Inter? Hoe ver is Real Madrid? Dat is wel een lastig, rare vraag. Het is wel een rare vraag. Nou, weet je waarom het een rare vraag is? Want Real Madrid is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als een jaar geleden, 2 jaar geleden. Als 5 jaar geleden. Ze hebben 3 keer op rij de Champions League gewonnen. Het is deze ploeg. Het is wel veel veranderd in die tijd, vind ik hoor. Ja, Ronaldo is vertrokken. Valverde is heel erg in de picture. Ja, Valverde is een belangrijk wapen geworden. Vaak in de basis. Ja, er zijn wel wat, op details is wel wat veranderd. Maar het is nog steeds dezelfde achterhoede normaal gesproken. Wat je bij Real ziet, ze hebben in de competitie een waarschuwing gekregen. Ook in de Champions League verloren van Shakhtar. En daarna nog een keer heel slecht op, ja. Real. Daarna nog een keer gelijk gespeeld. Ze staan er heel slecht op. Ja. Eén keer 1 puntje, 2 wedstrijden. Ja, dat is niet goed. Dat is dramatisch. Maar hetzelfde geldt voor Inter. Dus dit is een interessante pool. Want Real en Inter moeten eigenlijk allebei overwinteren. Want anders heeft het seizoen mislukt. Het seizoen mislukt, heeft de trainer gefaald. En daarom zijn deze 2 wedstrijden die ze nu tegen elkaar spelen vrij interessant. Reuze interessant. Reuze interessant. Alleen Inter, daar ontbreekt Lukaku nu. Real Madrid heeft ook een aantal COVID-gevallen. Sowieso een ploeg waar veel blessuregevallen zijn geweest. Dus het zal voor beide ploegen zaak worden met 1-0 winnen. Een overwinning. Ja, gaan worstelen om een overwinning. We gaan geen geweldige wedstrijd zien, denk ik. Nee? Nee. Punten schrapen. Nou, Inter wil
drie punten pakken. En Conte, die is, het is wel een aanvallende coach in die zin dat hij een bepaalde structuur heeft. Maar Inter laat het dit seizoen ook nog niet, is niet overtuigend nog. Als dan je beste speler ontbreekt, ja. Dan moet het van Stefan de Vrij gaan komen. Er wordt eigenlijk een duel tussen Stefan de Vrij en Sergio Ramos. Dat is inderdaad een heel erg interessant duel. We gaan toch even twee andere spelers eruit lichten. Ook op vraag van jou, Barella. Ja, je kent hem wel van de bekende koplampentheorie die hij ooit een paar jaar geleden in de wereld is. Hij is goed aan het worden. Hij is fantastisch. Hij staat zelfs bovenaan het assistklassement, bijna bovenaan. Volgens mij heeft hij 3 assists gegeven dit seizoen. Ik vond hem bij de Italiaanse ploeg recent heel goed. Ja. Jij bent echt... het begin toen hij bij Antonio Conte binnenkwam net... Beetje onwennig. Onwennig, zoeken naar zijn plek en zijn rol. Maar hij is nu wel een van de dragende krachten van Inter. Alleen Conte heeft natuurlijk een heel strikt spelsysteem. Hij moet iets gaan veranderen. Wil hij aanspraak gaan maken op de landstitel. Het is nog niet goed genoeg. Je zei al, Lukaku ontbreekt, maar Alexis Sanchez is ook geblesseerd. Ja, dan heb je weinig voorin. Hè. Dan is het zoeken. Ja. Dus het is wel jammer dat deze wedstrijd niet... Eigenlijk komt hij te vroeg. Ja, hij komt te vroeg. Je wil eigenlijk het beste Real Madrid zien tegen het beste Inter. Waar ze allebei ook nog een week rust hebben gehad, zodat ze kunnen voorbereiden, ook tactisch. Ik weet niet of je de foto hebt gezien van Antonio Conte, die heeft ook Instagram. En die heeft een werkkamer, heb je gezien, met allemaal boeken over tactiek. En hij heeft ook een tafel zoals deze staan, Subeteo. Ken je dat nog van vroeger? Subeteo? Ja, ja, ja. Zo'n tafel heeft hij staan. En hij bereidt dan zijn wedstrijden tactisch voor. Dan zie je allemaal poppetjes staan. Je ziet dan dat hij, dat is kennelijk... Ja, dat vind ik leuk. Gaan we door. Het is toch leuk dat hij aan de Subeteo-tafel over tactiek nadenkt. Dat is een vakidioot. En dat hij dan met zo'n tafel bezig is. Dat doen kinderen ook. Ja. Ik vroeger ging ik op mijn buik liggen met voetbalkaarten. Heb ik het over jaren 90, begin jaren 90, met van die WK-kaarten. Dan ging ik ook opstellingen bedenken en zo. Maar hij is een volwassen vent van een voetbalploeg. En heeft in zijn werkkamer zo'n tafel staan. Zo'n tactiektafel. Dat noem ik het zomaar. En dan is hij dan bezig met hoe zijn ploeg moet staan. Wie waar staat. Waar kan die man meer situatie creëren. Hoe kun je... patronen inslijpen. Ja, dat is toch mooi? Ja, dat is schitterend. Komt Christian Eriksen ooit nog voor in de plannen van Conte, denk je? Natuurlijk goed bekend bij de Nederlanders. Ja, Christian Eriksen is een aparte voetballer, toch? Het is, schitterende voetballer, die vooral in de passing is hij geweldig. Links en rechts. Links en rechts. Je weet eigenlijk niet of hij links of rechtsbenig is. Nou, dat weten we wel, maar als hij echt in vorm is... En door een trainer wordt gewaardeerd, zoals bij Pochettino en Tottenham het geval was, heb ik een geweldige wedstrijd zien spelen. En bij Inter komt het er niet helemaal uit. Helemaal niet, vind ik. Of helemaal niet, ja. Momenten, kleine momenten. Maar het is geen voetballer die Antonio Conte vertrouwt. En soms heb je dat, hè. De match tussen speler en trainer niet helemaal werkt. En zeker bij zo'n trainer als Antonio Conte, net als Diego Simeone, dat moet wel passen. Dat moet een klik zijn, ja. Er moet een klik zijn. En als dat er niet is en hij je niet helemaal vertrouwt, omdat hij denkt, maar ja, je laat wel 2 keer je man lopen en daarom krijgen wij een doelpunt tegen. Hartstikke leuk, al die passes. Maar als wij geen doelpunt tegen krijgen, winnen we deze wedstrijd. En dan stelt hij toch liever Barella op, om wat te zeggen. Ja, een andere speler die jij wilde belichten. Maar ik wil helemaal geen spelers belichten. Dat zit jij gewoon te verzinnen nu. Eden Hazard. Oh, Eden Hazard. Heb je er wel over gehad met mij. Ja, kijk, ik moet mijn trui's... Ja, dus je het aan te friemelen. Ja, dat vind ik vervelend. Ja, dat is ook een mooie trui. Je favoriete trui eigenlijk, hè? Ja. Zoek je nog een nieuwe? Ja. Nike, als jullie kijken. Nieuwe trui voor mijn boys. Eden Hazard, daar wilde jij heel graag over praten. Die maakte weer een lekkere goal. Jij hoopt weer dat de voetballer... Wij zijn beide fan van de voetballer Eden Iedereen Hazard. Is fan van de voetballer ja, Eden Hazard. Iedereen zou het moeten zijn. Als hij schwoen erin heeft zitten. Maar ja, die jongen die moet gewoon even weer wat ritme krijgen. Eindelijk een keertje, zeg maar wat, 2 maanden lang blessurevrij zijn. Nou, een jaar liefst. Ja, liefst wel. Ja. Maar nu is het al, als het een maand is, is het al bijzonder nu. Ja, Zidane heeft geduld met hem betracht. Hij zegt, en hij zei, hij komt er snel aan en niemand geloofde het eigenlijk, hè, een paar weken geleden. Van, we gaan de beste Hazard dit seizoen zien, geduld. Hij gelooft echt in hem. Mm-hmm. En ja, dat moet ook wel, want hij heeft hem jarenlang lekker gemaakt voor een overstap naar Real Madrid. Ze hebben ook 160 miljoen euro betaald. Ongelooflijk veel geld. Ja. Hij heeft jarenlang achter hem aangezeten, hem gebeld en gezegd, als het moment daar is, kom je. 2016, 17, 18, 19. En uiteindelijk
kwam hij. En dan valt hij een jaar weg en is het eigenlijk helemaal niks. En hij komt dan 5 kilo te zwaar aan in de voorbereiding. En dan begint hij zo'n nieuw avontuur slecht. En dan blijkt dan... erg trouwens. Ja, dat is tragisch. 160 miljoen euro voor je betaald. Ja. Dan moet je gewoon te dik binnen. Ja, dat kan niet. Nee. En dan heeft hij ook nog eens een interview gegeven waarin hij zegt... ja, ik kwam inderdaad, ik geef maar toe, te dik binnen. En dan haalt hij zijn schouders overop. Ja, mag ik geen vakantie hebben? Vraagteken. Dus dat betekent dat in de mentaliteit zit iets mis. Maar dat is ook weer zijn grote kracht. Ja, hè? Zeker. Als hij een lander speler is. Ja, dat is zijn grote kracht. Ja. De onvoorspelbaarheid en het doelpunt wat hij afgelopen weekend maakte. Dat zit, die flits, dat is Eden Hazard. Ja. Dat is hem aanspelen, wegdraaien... En dan toveren. Iemand wegzetten of een doelpunt maken. En dit was een geweldige flits. Maar in zijn beste tijd in de Premier League... maakte hem niet zoveel uit. Hè? Of hij nou tegen West Ham speelde met 4 man. Hij ging ook 4 man voorbij. Ja. Vanaf die linkerkant of door het centrum. Mooie goals, hij heeft echt geweldige goals gemaakt. Maar ook in wedstrijden dat hij geen goals maakte... speelde hij wel een geweldige wedstrijd. Want hij was dan soms onbespeelbaar voor een hele defensie. Of voor degene die... op hem een mandekking had. Want bijvoorbeeld als je dan tegen een ploeg van Mourinho speelde... had Mourinho dan bedacht bij United... dan moest André Herrera op Eden Hazard spelen. Dan zag je André Herrera de hele wedstrijd achter Hazard aanlopen, weet je wel. Dus dat is een speciale speler... Ja. waar een andere speler dan een speciale opdracht voor krijgt. Zeker. Maar die beste Hazard die wil je zien. En Eden Hazard is, ja, die hoort bij Real Madrid... toch wel minstens 1 jaar een goed seizoen te hebben gehad... dat mensen zeggen, later van Eden Hazard bij Real was bijzonder, hè? Want nu is het helemaal niks nog. Ja, behalve die paar flitsen. Want afgelopen seizoen had hij ook een keer een flits. Toen waren wij ook allebei, geloof ik, zaten wij hier. Ja. Vooral jij was toen waanzinnig enthousiast over het lopballetje. Toen hij is er. Ja. Toen was het weer maanden niks. Ja. Dus ik hoop niet dat het dat scenario wordt... dat hij ook zijn tweede seizoen helemaal... in het water ziet vallen. Maar dat is compleet afhankelijk van zijn fitheid. En of hij wel of niet geblesseerd... of gevrijwaard blijft van blessures. En dat hoop ik voor de trainer Zidane. Ik hoop voor de voetballer Eden Hazard. En dat hoop ik voor alle liefhebbers. Ja. En de Madrid-fans. Zo heb ik alle mensen gehad. Precies. Ja. En de Belgen moet je altijd noemen. Hè? En de Belgen. De Belgen zijn er zijn wel Belgen die veel Belgen die kijken. En als ik dan, we hadden laatst een filmpje met Sander Westerveld... over keepers. En Sander Westerveld vond Thibaut Courtois niet zo'n goede keeper. Hè? Dat vond wij best opvallend. Dat vonden wij wel opvallend. Ja. Maar je laat iemand dan toch gewoon in zijn waarde en zijn verhaal doen. Weet je? Ik ga dan niet zeggen, nou, Sander, je hebt de balafstand van keepers. Want het is tenslotte een geweldig keeper geweest. Ja. Maar er waren nogal wat Belgen verontwaardigd, kan ik je vertellen. Ja? Ik heb nog net geen dreigement uit België gehad. Maar ik hoef voorlopig België niet in te komen, laat ik het zo zeggen. Kan sowieso niet. Dus. Nee, maar de vraag is ook of we wat vaker over Belgische... clubs willen praten. Nou, CL-talk, als Club Brugge goed speelt, dan... Nou, Club Brugge is Dortmund is toch... En Club Brugge is goed begonnen in de Champions League, hè? Hartstikke goed begonnen. Vorige wedstrijd speelden ze top. Ja. En Ruud Vormer is daar een grote meneer. Noah Lang is binnengekomen. Je weet toch? Ja, Noah Lang. De rapper. De rapper. Ja. Maar waarom begin ik eigenlijk over Noah Lang? Je weet toch? Lekker afsluiten. Ja, is dat zijn vaste standaard zinnetje? Je weet toch? Ja, ik weet niet. Hij praat meestal straat. Ja, hij praat een beetje inderdaad op die manier. Maar het is maar wel... veel lachen. Nou, het is... Keer wat anders. Anders hadden we het nooit over Noah Lang gehad. Was hij een idee misschien? Nee. Nou, hij heeft natuurlijk gedebuteerd met een hat-trick. Bij Twente mislukt. En nu bij Club Brugge binnengekomen. En in België vinden heel veel mensen het een openbaring, hè, bij Club Brugge. Hij is daar binnengekomen, 2 keer gescoord nu al. Afgelopen weekend opnieuw. En... hij is wel iemand die vrij van zorgen kan voetballen. Het is niet echt onder de indruk van... Hij scheidt gewoon. Ja, het dat wordt is mooie. Scheidt, ja, dat is wel een goed. Hij komt ergens binnen. Ook al zit Obama aan tafel, gaat hij naast zitten en dan zegt hij... Hoe is het, Michel? Ja. Of hoe heet hij? Barack. Ik zeg Michel, maar Michel Obama, wie is dat? Michel Obama is zijn vrouw. Oh, zijn vrouw, ja. Dat is wel leuk. Dat zou Noah Lang echt doen. Dat zou Noah Lang doen, ja. Zou maar kort aan tafel zitten. Ontwapenend heet dat, geloof ik. Ontwapenend. Ja. Maakte een woordgrap waar je weer doorheen slulde. Dus dat is top. Laten we afsluiten. Ja. Hé, hey, kijk eens. Hoor hem weer. Nou, dan mogen we... Als de Champions League er is, hè, dit muziekje draai ik altijd 's ochtends af om een lekker gevoel te krijgen. Dat doen wel meer spelers. En Ronaldo zingt als volkslied mee, toch? Maar... de tekst is best moeilijk, hoor. Mijn vrouw wordt daar wel gek van. Ik word dan dinsdagochtend wakker. En dan schreeuw ik... de Champions League. Weet je, zo word ik dan wakker. Leuk. Dat is serieus. Maar ik weet nog, waarom draaien we het muziekje eigenlijk af?
Ja, omdat we gingen afronden. Maar dus ik lag net weer even in bed en dan hoor ik mezelf dat zeggen. Dat doe ik al jaren, dus echt kinderachtig. Maar ook wel leuk. Ja. Ik heb wel zin. Ik heb zin om voetbal te kijken. Kan je meezingen? Ja. Kan je dat? Zing je dan ook mee? Of zeg je alleen maar... Nee, ik doe net als Ronaldo de laatste zing alleen. Maar ik weet wat ze zeggen. Ik heb het een keer opgezocht. Dat is helemaal een klassiek stuk met die meisten, die champions. Dus eigenlijk al die meisten, die champions. Het zijn eigenlijk alle talen, maar dan de kampioenen. Want het was ooit een Champions League, kampioenenpool. Maar nu spelen de nummers 4 van alle grote landen ook mee. Dus eigenlijk klopt het lied niet meer. Nee. Het is een fout lied. Fout lied? Ja, fout lied, ja. Maar toch wel pakkend. Nou, ik vind het toontje, dat is wel het beste van het beste. Bijvoorbeeld, wie was dat nou? Kudus, die debuteerde natuurlijk in de Champions League. En zijn broer, geloof ik, die zat op de tribune. Of thuis, dat weet ik niet meer precies. Maar die zag natuurlijk zijn broer uitvallen. En zijn grote droom was jarenlang, als Ghanese kind... debuteren in de competitie waar deze muziek belangrijk is. Ja. En de broer zat in tranen te kijken naar, ja, naar die droom die hij daar een beetje in duigen zag vallen. En dat geldt ook voor heel veel Zuid-Amerikanen die dan naar Europa komen en die mogen dan in de Champions League voetballen. En als ze dan voor het eerst het lied horen, kippenvel. Ja. Dat is toch een mooi lied? Ik vind het ook een mooi lied. Ja. Ik vind het altijd leuk om te horen. Maar vooral in de stadions eigenlijk. Thuis toch wel minder. Ja, thuis in bed is het ook lekker hoor. Moet ik je proberen, ja. Oké, okay, nou moet dan mijn wekker. Ja, als je wekker en dan op dinsdag en woensdag alleen, hè? Ah ja. Want donderdag elke week nu. Donderdag krijg je de droevenis van de Europa League. Hoe gaat die hymne? Weet ik niet eens. Ja, die hebben nu ook zo'n herkenbaar tunetje. Nou, als ik hem hoor, dan weet ik dat het de Europa League. Maar om dat te zingen, dat zit er niet zo in. Oké. Dus. Gaan we ook nog op de Europa League vooruit kijken? Nee, daar hebben we geen zin in, hè? Nou, terugblikken. Wel terugblikken. Als daar de mankracht voor is, ben je vrijdag altijd vrij. Gelukkig. Okay. Nou, zullen we afronden? Ah. Jongens, bedankt, hè? En veel plezier bij de Champions League. Laten we hopen dat Ajax voor het Nederlands voetbal lekker wint. En laten we hopen dat de Real Madrid tegen Internationale wel een leuke wedstrijd wordt. Wat wij alle twee... Wat verwacht jij van Midtjylland Ajax? Nou, ik denk dat Ajax wel gaat winnen, heel eerlijk gezegd. Ik denk een 0-2'tje. Ik denk 1-3. 1-3, nou, dat teken ik ook voor. Prima. En Real Inter, als ze toch nog bezig zijn, ik denk een 1-1. Denk ik ook. Ja. Nou, mijn regisseur heeft ook zin in, hoor je dat hoor. Jongens, tabé. Ciao voor nu. Ciao. Dat was het ook alweer. Zie je gauw. Oh, zie je gauw, ja. Zie je gauw.